Anzet Pillebo. Karin Maarsen en Marion Spijkerman. Voorin ook Misha Top, dames en heren. Hier in de passage. Misha Top uit Hoofdkerk. En dan zien we natuurlijk de hele meute voorbij komen. Met Marjolein Hulsebos, met Iris Prinsen. Op de eerste rij zagen we met het nummer 87 van de wiel Infra en Milieu. Correct gezien, Andries, en we zien dat diezelfde formatie een dame probeert bij te steken in de achtervolgingen. Kennen we daar Cindy van den Bergen? Hebben we daar ook Marjolein Hulsebos die zich meldt in die achtervolging? Dames en heren, de gelegenheid om bij te sluiten. Even op adem, dat dames met het event Open Nederlands Kampioenschap. Voor Kitty Meets, voor natuurlijk ook het nummer 98, dames en heren. Er is de jarige Francisca Groen en ze sluit metertje voor metertje richting dat kopgroepje Jolanda Langeland in de passage hier, eventjes de handjes los, eventjes een paar turfjes erop en proberen aansluiting te krijgen met de kop van de koers. En als dat gerealiseerd wordt, dan hebben we natuurlijk, dames en heren, 9 dames aan de leiding. Laatste timing. Op weg Carla Stielman met Jetty. En daar komt ze. Oh, waar is naar Huisman? Is ook uit dat peloton ontsnapt. Op weg naar de koploop. Kijk achterop en die kijkt dan in de helblauwe ogen van de genoot van de heer Spik. En zo gaan we dus kijken met van de lastige 10 meter. Kijken hier naar Elma de Vries, kijkende vechten. Witty, Maarsen, Langeland, Marion Spijkerman, Hilde van Slotten. Hier komt Zielman met Terk, met Sikkema, met Mariska Huisman, met natuurlijk het hart. En op de laatste stek kijken we ook naar de winnares van de alternatieve Elfsteden hier op de Waaijzerzee, Danielle Beckering. En controle bij Erna Kijk in de vechten. Laatste wiel, Beckering, Schuurman. En zo draaien komt dan de de machtsblokken bij de damesploegen hebben elkaar in dit geval gevonden, alle favorieten. Minus Marianne van Leeuwen. Andries Nieuwenhuis. We gaan eens kijken of de koffie en de chocolademelk klaarstaan, dames en heren. 2 toeren nog te doen voor deze dames. 18 in zijn totaliteit. 2 ronden nog te doen, 20 kilometer. In dit Open SN kampioenschap van Nederland. Met Marion Spijkerman, Erna Kijk in de vechten. Met ook Andrea Sikkema, Mariska Huisman. Dan kijken we naar een blokje van 3 van DSB. 41 Maria Sterk. 87 Elma de Vries. En 74 Karin Maarsen. Alle drie naar de bel. Op dit moment met de knieën bij die bel. De bel van de andere. En dan kijken we ook naar het peloton. Het restant van de kopgroep. Hier nog een achterblijfster die binnen gaat komen. Ja, ja, Cindy van den Berg, dames en heren, in het vizier. Nummer 91 uit de stal van Frisia Financieringen. Derde stekkende wedstrijd. Laatste ronde voor Cindy van den Berg. Dat is een hele taaie, Maar die gaat proberen op weg te gaan naar dat zilver. Kijk eens even aan, wat een wedstrijd hier. Het descent op een Nederlands kampioenschap. Dames en heren, we kijken naar de diepte van Grijvenburg. Op dit moment dus wel degelijk daar de dans leidend. Jawel, jawel, jawel. Maria Sterk op dit moment misschien wel naar de allermooiste prestatie in haar schaatscarrière. En dan kijken we natuurlijk ook naar Erna Kijk in de vechten. Die door blijft rijden, want achteraan natuurlijk die ontketende Cindy van den Berg. Kijk eens, de handjes los bij van den Berg. Kampioen van Nederland, uithalen, Maria Sterk.
Dan wenden we de blik natuurlijk wat betreft de inzet van het kampioenschap van Nederland om de plaatsen 2 en echt naar landje wil, echt naar Erne kijk in de vechten. Dan gaan we natuurlijk klappen voor die dekseltje nummer 3 die gewoon alles uit de kast heeft gereden om op het podium te komen.